6 op de Nagelfem puur Sam. Maar nu dus met Jacqueline de Roy en Michel Davids dus de avond van de Haagse krachtwijken. Zojuist spraken ze ook met wethouder Henk Pol. Maar nu is dus de beurt aan Emma, en dat is een columnist. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Emma. Jij bent vertegenwoordiger van DUO, Haagse Studentenwoning. Ja. Vereniging, of hoe moet je het noemen? Ja, een studentencoöperatie. Studentencoöperatie, ja. Oké. Nou, en jij komt eigenlijk namens hun dan een voordragen, ja. Ah, nou, leuk. Nou, dankjewel. Ik zal beginnen. Ella Vogelaar heeft haar klus, het krachtwijkenbeleid, niet geklaard. Vandaar dat het beleid in de Haagse wijken nu wat is verlaat. Minister Eberhard van der Laan nam het beleid onder zijn hoede. Hebben de Haagenezen aan hem wel een goede? DUO, de studentenhuisvester in de Haagse stationsbuurt, die vele woningen aan studenten en jongeren verhuurt. Welke rol speelt de corporatie in het krachtwijkenbeleid? Weten zij wat hetgeen is dat tot een betere leefomgeving leidt? Iedereen doet immers mee aan het versterken van de studentenwijk. Meer betaalbare woningen en minder regelgeving, dat is hoe DUO het bekijkt. DUO betaalt dan ook nog voor een parkeerplaats voor het huis van de student. Wie zegt echter dat de student de buurt met een snelle auto verkent? Beste gemeente, studenten gaan op de fiets. Het milieu en het besparen van kosten is waar hij voor kiest. Het geld kan DUO namelijk beter spenderen aan het vergroten van het woningaanbod. Een parkeernorm voor studentenwoningen vindt DUO namelijk echt zot. Als dit kan geschieden, kan DUO de studenten in de stationsbuurt veel meer aanbieden. Bureaucratisme bij de gemeente Den Haag is een feit. De studentenhuisvester ziet dit als onzinnig beleid. Regels, regels en nog meer regelgeving. Weet de gemeente dat dit zorgt voor een vertraagd proces en weinig verbetering? Vergunning zo, vergunning zus. Zo komen we niet ver met onze klus. Overheid, doe toch niet zo moeilijk. Bestemmingsplannen maken ons zo moe. De student heeft nog steeds geen woning. En wat doet de gemeente daartoe? De klant is essentieel, de klant is koning. Geef ons meer plek om te bouwen. Studenten in de stationsbuurt zoeken grootschalig naar een woning. De overheid zegt, wij zijn eenduidig en transparant. Wij zorgen voor een tevreden klant. Als de gemeente het zo goed weet, waarom buigen zij niet voor dit idee? Het lijkt wel of wij alleen maar zeuren. Wie zegt dit echter? Wij zeggen dit echter omdat we graag zien dat er wat gaat gebeuren. Wijzen is namelijk het makkelijkste gebaar. DUO komt met ideeën en ergens in het midden treffen we elkaar. Toch weten wij, Den Haag is op de goede voet. Willen we van krachtwijk naar prachtwijk, geeft DUO een kans, dan zien wij de toekomst van de stationsbuurt positief tegemoet. Nou, eerst even een applaus. Meneer Henkel. Moet ik gelijk antwoord geven? Ja, wat vind je? Een prachtig stukje poëzie net. Ja, ik voelde me helemaal terug in de Sinterklaastijd, zeg. Ik heb het voor allemaal op rijm ook gedaan. Ja, leuk hè. Want ik kan me het wel voorstellen. Je zegt van ja, studenten die gaan dan niet met de auto en met de fiets, dus je kan die parkeernorm wel gaan aanpassen. Laat ik eerst zeggen dat ik er niet over ga. Maar de collega wethouder Peter Smit van Verkeer, dus dat is één verdedigingslinie. Ja. Maar ik weet toevallig dat er wel discussies zijn om te kijken of je voor sommige groepen of voor sommige complexen niet wat fijnmaziger naar die parkeernorm kan kijken. Ook zelfs in de stationsbuurt. Omdat de plekken zijn natuurlijk op een goed verkeer zijn ze gewoon op. Dus dan moet je wat anders. Of je zou een speciale doelgroep kunnen aantrekken waarvan je van tevoren weet dat die niet met de auto kan. Dus laat ik het zo zeggen, dat onderdeel waar jij voor pleit, dat is in discussie. Je moet dat heel zorgvuldig doen, want er is niet zo gevoelig als parkeren. Want iedereen wil weten, heeft er verstand van. En je moet het inderdaad, wat je zelf al zei, transparant doen en eerlijk en naar ieder belang. Ja, toch ook een beetje je oor lenen. Dat doe je het nog niet goed, want je kan het nooit naar iedereen tevreden maken. Dat is absoluut het geval. Maar het is een discussie. Oké, nou dat is mooi om te horen. Yes, maar de...